de start is gevallen. We zagen een van de paarden springen voor het startpunt en omdraaien. Maar de starter beslist of dat een valse start is of niet. En hij laat hem doorgaan. Lijkt me ook terecht. Kaley Stardust is de deelnemer die springt van start af. Maar is niet de enige. Ook Beardy Giri Falco maakt een fout. Uitgeschakeld de nummer 6 en 8. 6 en 8. Galop. En paarden gaan de bocht in. En de leiding is in handen van Power Brigadoon. Power Brigadoon, daarachter de favorieten. En dat is Meadow Soprano. Derde plaats daarachter is voor Lady Day. Op de vierde plaats volgt Massi Marcelino. En daarachter volgt dan Frank Westerveld met Let It Be Petnik. Rechte lijn overzijde en daar wordt de favoriet naar buiten genomen. Die neemt nu de leiding over, Meadow Soprano. Opening 15-4. Meadow Soprano als eerste op weg naar de volgende bocht. Meadow Soprano wordt gevolgd door Power Brigadoon. Daarachter de grote Lady Day. En achter Lady Day gaat een half spoortje naar buiten, Massi Marcelino. Gaat ook weer terug naar binnen. En daarachter volgt ook aangesloten Let It Be Petnik. Deze vijf smaken hebben we nog. En de paarden gaan de linkerbocht door. Komen zometeen de rechte lijn voor de tribune in. En dan hebben we nog één ronde te gaan in de Debbenhoeve Trophy. Leiding in handen van Meadow Soprano. Meadow Soprano komt als eerste in de rechte lijn. Daar komt wel degelijk nu Massi Marcelino aan de buitenkant naar voren. Zijn plekje opgeschoven naar de buitenkant. En die gaat nu voorafgegaan worden door Lady Day. Want ook die komt van de reling af. Veldje schuift wat in elkaar. Het was al een klein veldje. Het wordt nu een nog compacter veldje. Tweede tussentijd 22 rond. En de leiding in handen van Meadow Soprano. Meadow Soprano, daarachter Power Brigadoon. Aan de buitenkant Lady Day. Daarachter is het Massi Marcelino. Met aan de binnenkant daarnaast Let It Be Petnik. En die gaat er nu binnendoor voorbij. Zo gaan de paarden de rechterbocht in, de Z-Turfbocht. Vijf paarden dicht bij elkaar en de favoriete leidt Meadow Soprano. Meadow Soprano, daarachter Power Brigadoon. Staat onder druk van Lady Day. Daarachter nu op de vierde plaats aan de binnenkant Let It Be Petnik. En de vijfde aan de buitenkant is nog altijd Massi Marcelino. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Mooie close-up van de aanval van Lady Day, want Lady Day gaat nu de leidster opzoeken, Meadow Soprano. Meadow Soprano aan de binnenkant, 16-3 de tussentijd. Lady Day aan de buitenkant, daarachter aan de binnenkant zet de tanden nog een keer op elkaar. Power Brigadoon, daarnaast in het tweede spoor Let It Be Petnik. En vijfde en ook nog aangesloten Massi Marcelino. Zo gaan de paarden de laatste bocht in en Meadow Soprano heeft weer een driekwart lengte voorsprong gepakt. En is inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Tweede plek Lady Day, aan de buitenkant komt Westerveld nu naar voren met Let It Be Petnik. En die heeft ook nogal wat in de tank, vierde plaats voor Power Brigadoon en Massi Marcelino is vijfde. Laatste rechte lijn en Meadow Soprano staat onder hele zware druk. Nu aan de buitenkant komt Westerveld eraan met Let It Be Petnik. Let It Be Petnik aan de buitenkant pakt voordeel. Let It Be Petnik voorbij aan Lady Day. Derde plaats op dit moment voor Meadow Soprano. Weg naar de streep, laatste 500 meter, 15-5. Let It Be Petnik wint. Lady Day is tweede, Meadow Soprano derde. 17-1 voor de winnaar.